Vanuit Vrom hebben we steeds meer aandacht voor medicijnen in het oppervlaktewater en afvalwater. En Pharmafilter is een bedrijf dat erin wil investeren en samen met een ziekenhuis om daarop onderzoek te doen en te kijken of daar een zuivering voor mogelijk is. Er zijn nauwelijks eisen voor het afvalwater uit ziekenhuizen voor medicijnen. Niet anders dan dat het moet worden geloosd op het riool en daarna volgt meestal een rioolwaterzuiveringsinstallatie die ook andere huishoudelijk afvalwater voor zijn rekening neemt. En aangezien er nauwelijks eisen zijn, is alles wat daaraan gedaan kan worden, is meegenomen. Nog los van het feit dat Pharmafilter met afvalwater van het ziekenhuis pioniert, is er misschien ook een mogelijkheid om dat in de toekomst met zorginstellingen te doen. En ook daar komt afvalwater vrij met medicijnen besmet, zeg maar. En wat ik het mooie vind van Pharmafilter is dat ze ook nog kijken naar of zij iets met afval en energie in samenhang met hun zuiveringsconcept kunnen oppakken. Dus wat dat betreft kan het een uniek concept zijn dat meerdere doelen dient.